Bushouders moeten in deze COVID-pandemie hun eigen verantwoordelijkheid kennen. Dit zegt Suraj Sahadeulal, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, VOSOV, vandaag in gesprek met onze redactie. Hij zegt dat de VOSOV zich niet wil inmengen in de zaken van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO. Deze heeft namelijk de bushouders opgeroepen aanstaande maandag hun diensten te hervatten met of zonder COVID-protocollen en tegen een tarief van 10 SRD. Sahadeulal meent dat bushouders nog niet kunnen rijden, omdat de groei van het COVID-19-virus in ons land dat niet toelaat. Hij benadrukt dat de PLO verantwoordelijk zal moeten staan voor de consequenties die zullen voortvloeien uit deze ondoordachte oproep. Wij staan helemaal niet achter datgene wat er door een andere organisatie als oproep is gedaan naar de samenleving toe. Wij weten wat de FOSOF is en de FOSOF heeft een bepaalde beleidsrichtlijn als organisatie. En wij zijn ook momenteel nu de gesprekspartner van de regering. We hebben ook een gesprek gehad met de nieuwe minister van TCT. En wij hebben lopende afspraken. En indien wij als organisatie lopende afspraken gemaakt hebben, dan dienen wij als volwassen aan onze afspraken te houden, zodat de regering ruimte heeft om zich goed te gaan voorbereiden met betrekking tot het geheel openbaar vervoerssysteem en het nieuw normaal die straks geïntroduceerd gaat worden bij het hervatten van onze diensten, dat wij dan met een goed voorbereiding onze diensten wel kunnen hervatten. En wanneer die bussen gaan rijden, kan men nog niet concreet aangeven. De reden daartoe is ook aan mij medegedeeld. De COVID-besmettingen die nemen steeds toe. Ja, en u weet, laatstelijk nog heeft men ook bij de taxibedrijven is men wat strengere maatregelen doorgevoerd. Dat men daar ook degelijk nu rekening gaat moeten houden. En in deze dan moeten wij als verantwoorde ondernemers begrijpen dat de COVID team wat er is en dat er vanuit daaruit richtlijnen gemaakt wordt, beleid gemaakt wordt met betrekking tot de pandemie-uitbraak wat wij hebben in Suriname, dat zij uiteindelijk gaan beslissen in hoeverre wij de sectoren hier in Suriname kan gaan versoepelen. Verder haalde Sahadeulal aan dat in het gesprek welke hij gehad heeft met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme er ook gesproken is over een volgende tegemoetkoming aan de bushouders. Volgens de VOSOV-voorzitter heeft de minister ook aangegeven dat hij niet zal toelaten dat de bushouders doodbloeden. Hij heeft mij ook duidelijk gezegd, er was een noodfonds van 400 miljoen SRD. Daaruit is 300 miljoen SRD gebruikt en er is geen verantwoording daarvoor ook nergens te vinden. Er is 100 miljoen SRD nu over en die 100 miljoen SRD moet hij gaan verdelen over al die 17 ministers. Dat is de taak van de regering. En ze zijn nu bezig met een andere wet, een uitzonderingstoestandwet. En in die wet is opgenomen dat er mogelijkheden gaat zijn dat indien er tekort gaat zijn aan middelen, dat men internationaal ook fondsen kan gaan benaderen voor het kunnen genereren van middelen om de lokale bevolking van ons land te kunnen voorzien. En daarvoor heeft men ruimte gevraagd. En ze zijn bezig hun werk te doen. De regering zit pas 10 dagen ja, na hun officiële benoeming. Dus ze zijn bezig hun werk te doen. Suraj Sahadeulal, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer. Hij zegt dat de VOSOV gezien de COVID-situatie in Suriname de TCT-minister de ruimte geeft om de zaken op orde te stellen.